Ik ga beginnen met een soort chocolade ganache maken. Dat is eigenlijk een soort vulling van boter en chocolade. Dus die boter die gaat erin. Nou, wat ik ga doen, dus ik smelt eigenlijk die boter een beetje, die maak het een beetje zalvig. Die moeten we gewoon een beetje, ja, een klein beetje verwarmen. Dan kan je chocolade zo meteen heel mooi oplossen in die warme botermassa. Nou, ik doe de boter aardig smolten, de chocolade gaat erin. Het is een hele pure, bijna een soort chocoladesaus is het eigenlijk. Goed, ik ga nu de melk verwarmen. Ik gebruik weer een pannetje. Mag gewoon op hoog vuur. Nou, ik heb die melk tegen de kook aangemerkt. Je ziet het ook, hij is mooi warm. Deze kan uit. Zo. Ik heb hier een mooie hakmachine staan. Vanuit het kommetje in de machine. Even kijken. Pas op, want anders springen ze alle kanten op. Ik doe ook in principe de suiker erbij. En ik voeg een klein beetje zout toe. Niet te veel, een klein beetje. Zo. Nou, daar gaat hij. Kijk, dit gaan we nu helemaal fijn malen. Het moet eigenlijk een soort pindakaas worden. Je ziet wel, ik kan al heel even kijken of ik hem omroeren. Dat hij mooi vermengd is. Mooi. Nou, het is belangrijk dat die machine heeft even tijd nodig om, natuurlijk, om die hazelnoten mooi fijn te hakken. Die warme chocoladesaus, die ga ik er toevoegen. Wel even belangrijk is dat je de machine even uitzet. Zo. Probeer een beetje netjes te werken, dat niet alles onder de chocolade zit. Beetje met beleid zo. Even doorroeren, dat is wel belangrijk dat je hem even goed in mengt. Oké. Kijk, zie je, nou pak die mooie. Als laatste gaan we de warme melk, die ga ik opdraaien om erbij te doen. Maar heel langzaam een klein straaltje erbij. Kijk, nou is het belangrijk dat je die machine nog heel even laat draaien. Ik ga hem nog één keer omscheppen. Als je dit ruikt, heb je meteen trek in een broodje. Ja, na een minuutje ongeveer gedraaid hebben, ik ga even kijken. Ik denk dat hij super, ja, ziet er super mooi glad uit. Dus wat ik nu ga doen, ik ga gewoon in een mooi klein wekpotje gieten. Ik giet hem voorzichtig in het potje. Nou, het is natuurlijk belangrijk dat je hem dan in het potje gegoten hebt, dat je hem even een nachtje laat staan. Het potje doe ik even dicht.